Winterswijk zijn met een lokaal fonds begonnen omdat de oud-burgemeester Christine Stichter het fenomeen op een bijeenkomst van de VNG was tegengekomen en ze er dol enthousiast over was. De aanleiding om in Weert een lokaal fonds op te richten is eigenlijk heel simpel, dat er heel veel goede initiatieven op dit vlak ook zijn, maar iedereen gaat zelf maar zo'n beetje zijn eigen weg. En als we nu via zo'n nieuw breed lokaal fonds die initiatieven kunnen bundelen, dan denk ik dat we hele mooie slagen kunnen maken. Het komt heel logisch voort uit dat wij als burgers al super enthousiast en actief zijn met allerlei initiatieven, sociaal, groen, etcetera. En er zijn ontzettend veel burgers en organisaties die ook vrijwillig bijdragen daaraan. En we willen de mensen die niet als vrijwilliger willen bijdragen, maar ook op een andere manier de kans geven om ook financieel bij te dragen. De directe aanleiding voor de gemeente Eindhoven was de discussie over de participatiemaatschappij. Wij dachten een hele zinvolle beweging dat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen. En dat leek ons een hele goede zaak. Dat we een lokaal gemeenschapsfonds instellen om die participatie, die bewonersinitiatieven, meer mogelijk te maken. Het doel van het Texelfonds is het verbeteren van de samenleving op Texel, van de kwaliteit van samenleving op Texel. Dat kan je natuurlijk heel breed zien, maar dat is een geweldig breed doel. Je kan er veel in kwijt. En wij willen dat het nog leuker wordt om op Texel te wonen. Het doel van het Fonds in Blaricum is om de kwaliteit van het leven in Blaricum te verbeteren. En dan met name ook de sociale cohesie tussen de Blaricumers onderling. Het doel van het Amstelveenfonds is de kwaliteit van leven binnen de gemeentegrenzen voor de inwoners zodanig hoog te houden dat iedereen zich daar wel bij vindt. We willen dingen gaan organiseren samen. Die je als individu niet kunt realiseren, maar die wel belangrijk zijn voor de samenleving. Dat is zorg, dat is energie, dat is jeugd, dat zijn diverse terreinen. Het doel van het NABE-fonds is burgerinitiatieven ondersteunen en dan op allerlei verschillende manieren. Mijn persoonlijke motivatie om mee te helpen aan het lokale fonds meer gestalte en gezicht te geven is dat ik het belangrijk vind om naast mijn werk ook op lokaal niveau maatschappelijk bezig te zijn, omdat dat de plek is waar je woont en omdat ik het belangrijk vind voor mezelf ook te weten wat daar gebeurt. Mijn persoonlijke motivatie is dat het alles te maken heeft met het in beweging brengen van bewoners, van burgers. En als er iets wat mij betreft kritisch is in die zin om beweging mogelijk te maken, dan is dat het bieden van perspectief. Vertrouwen, rugdekking en vooral ook autonomie. En wij denken daar met het gemeenschapsfonds een hele grote bijdrage in te leveren. Mijn persoonlijke motivatie is dat ik vind dat je met elkaar de wereld een beetje mooier kunt maken. Ik geloof echt dat de individuele maatschappij over is. Dat we het echt weer samen moeten gaan doen. En er zit zoveel kwaliteit en kracht in de samenleving. Ik heb filantropische studies gedaan bij Theo Schuit. En daar ben ik eigenlijk getriggerd om te kijken hoe we inderdaad ook lokale initiatieven kunnen stimuleren. En het is enorm leuk om hiermee bezig te zijn naast mijn eigen werk.